Arjen Lienstra, Arlen de Veen speelt gelijk bij THVV. 0-0, dat is op zich geen slecht resultaat, alleen je schiet er heel weinig mee op. Nou, of je er heel weinig mee opschiet, dat zullen we over een paar weken zien. De competitie is nog lang, nog 8 wedstrijden. En goed, als je niet lukt om te winnen, moet je zorgen dat je in ieder geval niet verliest. En dat hebben we goed gedaan. Als je kijkt naar het gelijke spel, is dat dan in jouw optiek na 90 minuten een terechte weerspiegeling van de krasverhoudingen? Ja, ik denk het wel. Ik vond THVV iets makkelijker aan de bal, ook iets dreigender dan ons. Alleen wij hadden daarentegen, zeker de tweede helft, weer de grootste kansen. Dus ik denk onderaan de streep kon ik prima leven met 0-0. Wel een betere eerste helft van THVV. Je geeft het zelf al aan, zij speelden wat makkelijker, kregen ook grotere kansen. Maar je kunt hem ook in de slotfase nog naar je toe trekken. Ja, nou ja, goed. Ik denk als je naar de kansenverhouding kijkt, denk ik niet dat ik lieg als ik zeg dat het 5-3 ongeveer in ons voordeel was. Nogmaals, THVV was beter aan de bal. Had ook iets meer het controle over de wedstrijd. Was dreigend de hele wedstrijd. En dat weerhoudde ons er ook van om nog aanvallender te gaan spelen. Hoe zit jij in het verhaal wat er gebeurd is op de club? 3 spelers die niet meer gaan uitkomen voor het eerste elftal. Een forse aderlating. Wat is jouw idee daar zelf over? Dat is een bestuursbesluit en ik sluit mij aan hetgeen wat allemaal in de media is gekomen. Verder heb ik er geen commentaar op. Duidelijk, jij zegt, en dat snap ik ook, de titelkoers is nog niet gelopen, want je wilt blijven aanjagen. Waar is dan THVV uiteindelijk, waar liggen de zwakkere punten waardoor jullie nog dichterbij kunnen komen? Nou goed, volgens mij gaat Mitchell van Wijk nu weg en die is toch wel heel erg belangrijk daar. Lars van der Pel bedoel je? Lars van der Pel, ja. Inderdaad. Maar dat is toch wel een hele belangrijke aderlating die ze loslaten. En ook hier bij THVV speelt het een en ander met jongens die gaan stoppen en doen. Dus we gaan kijken of we die competitie nog spannend gaan krijgen. Al met al sta je hier toch met een redelijk positief gevoel dus? Ik sta hier met een heel redelijk positief gevoel. En nogmaals, onze doelstelling vooraf aan dit seizoen was zo snel mogelijk veilig. Nou, dat hebben we gehaald. Ik had zelf al gezegd, we willen zo hoog mogelijk in het linkerrijtje proberen te eindigen. Nou, we doen nog steeds mee om de bovenste plaatsen. En ik denk dat we nu ons vol moeten richten op de groep die we nog hebben op de eerste 3 plekken. Ten slotte, amusementwaarde van deze topper in jouw optiek? Ik denk dat de spanning een hoop goed maakt. Ik denk onderaan de streep een klein 6 qua amusement. Ik denk dat ik het wel met jou eens ben, op dat gebied in ieder geval. Mooi zo.